De discussie over vrije wil als noodzakelijke voorwaarde voor morele verantwoordelijkheid gaat eigenlijk telkens over de vraag wat voor soort controle wij over ons handelen hebben en of het hebben van die controle voldoende is om moreel verantwoordelijk te zijn voor ons handelen. En de filosoof John Martin Fisher geeft een genuanceerde analyse van allerlei verschillende soorten controle die wij associëren met vrije wil. En hij zegt dat als wij die analyse geven, dat dan blijkt dat sommige vormen van controle niet noodzakelijk zijn voor vrije wil. Als voorwaarde voor morele verantwoordelijkheid. En dat het soort controle dat wel noodzakelijk is voor vrije wil. als voorwaarde voor morele verantwoordelijkheid. compatibel is met het determinisme. Dus John Martin Fisher is een compatibilist. Laten we eerst eens kijken naar die, soort controle die of soorten van controle. die overbodig zijn. In die zin dat ze niet noodzakelijk zijn. om moreel verantwoordelijk te kunnen zijn voor je handelen. en dus om een bepaald soort vrije wil te hebben. De eerste soort van controle die besproken wordt door Fisher, is totale controle. En het woord zegt het al dat zou een soort totale controle zijn over de keuzes die we maken. En wat die controle eigenlijk in lijkt te moeten houden, is dat wij uit het niets een keuze moeten kunnen maken. Want als er ook maar iets is dat enige invloed heeft op onze controle, euh, dan zou je niet, of op onze keuze, dan kun je eigenlijk niet meer spreken van totale controle. Nou. Uit het niets, dat uh, is ongeveer zoiets als niet veroorzaakt of zonder oorzaak. En uh, dat betekent dat totale controle het soort controle is dat geformaliseerd wordt in het ultieme oorzaakprincipe. En het is duidelijk dat uh, dit ultieme oorzaakprincipe niet compatibel is met het natuurwetmatig determinisme. Uh, want uh, het natuurwetmatig determinisme zegt dat iedere gebeurtenis, waaronder jouw keuze. Een oorzaak heeft en het ultieme oorzaakprincipe sluit nou juist uit dat jouw keuze een dergelijke oorzaak heeft. Alleen, zegt Fisher, wij hoeven ook helemaal geen totale controle te hebben om uit vrije wil een keuze te kunnen maken. Dan is er de volgende controle die besproken wordt door Fisher, en dat is de zogenaamde regulatieve controle. En regulatieve controle is het soort controle die we hebben als het principe van alternatieve mogelijkheden klopt. Maar, zegt Fischer, die controle is enerzijds niet compatibel met het determinisme, zoals volgt uit het consequentieargument. Maar aan de andere kant uh, is hij wel compatibel met het hebben van uh, morele verantwoordelijkheid, zoals uh, de gevallen van uh, Dr. Black en uh, Frankfurt, de Frankfurt-gevallen ons laten zien. Dus we hebben het hier over twee soorten controle die volgens Frankfurt niet, of zou je volgens uh, Fischer, niet samengaan met het determinisme. Um, en één soort, één van die soorten controle, namelijk regulatieve controle, die gaat wel samen, of is wel compatibel met het hebben van morele verantwoordelijkheid. Maar de controle die we echt nodig hebben volgens Fischer om Verantwoordelijk te zijn voor ons handelen. Dat is wat hij noemt besturingscontrole. En besturingscontrole, die heb je volgens Fischer als je voor reden vatbaar bent. En voor reden vatbaar zijn houdt een aantal zaken in. Allereerst moet je regelmatig goede redenen om te handelen herkennen en evalueren. Dat wil eigenlijk zeggen dat je uh, gevoelig moet zijn voor redenen. Dat je niet. Uh, slechts heel af en toe. Uh, het bij je op moet komen. dat uh, jij uh, handelt. en dat jij je handelen zou moeten baseren. op goede redenen om die handeling uit te voeren. En. Uh, verder houdt dat voor reden vatbaar zijn, in. dat je ook soms op grond van die redenen. daadwerkelijk je handelen aanpast. En dus je moet eigenlijk het soort mens zijn dat. Um, regelmatig goede redenen bedenkt en bedenkt hey, waarom moet ik het doen, moet ik het zo doen, moet ik het zo doen, wat is dan de grond daarvoor. En soms moet je ook als je, uh, je, als je beseft dat, dit, dat iets een goede reden is of niet een goede reden is, op grond daarvan je handelen aanpassen. Bovendien zegt Fisher dat besturingscontrole uh, inhoudt dat je jezelf als moreel wezen ziet. Dus als jij zelf zegt ik heb geen controle over mijn handelen, ik ben geen moreel wezen, van mij kan niet verwacht worden dat ik moreel uh, handel, ik ben niet gevoelig voor morele uh, redenen, dan is het ook zo dat jij uh, uh, geen besturingscontrole hebt. Nou, die besturingscontrole, daarvan mogen duidelijk zijn dat die prima samen gaat met determinisme, want al die psychologische processen waar Fischer eigenlijk over spreekt, dat zijn processen die prima deterministisch kunnen zijn en die je dus nog steeds kunt hebben. Nou, aangezien besturingscontrole het soort controle is dat noodzakelijk voor is voor morele verantwoordelijkheid, en aangezien besturingscontrole samengaat met het determinisme, houdt Fischer een compatibilistische positie in, waarbij hij tegelijkertijd dus uh, een aantal vormen van controle, die wij misschien intuïtief gezien associëren met vrije wil, beschrijft als vormen van controle die daar eigenlijk niet noodzakelijk voor zijn, althans voor zover wij vrije wil zien als een noodzakelijke voorwaarde voor morele verantwoordelijkheid.